Darlings, vandaag maken we de Smooth Sailor, een heerlijke cocktail op basis van Yerbas de las Dunas. Yerbas de las Dunas is een liqueur uit mijn regio met 18 handgeplukte kruiden uit het Zwin. We gaan er een breakfast/brunch cocktail van maken. Geloof me, zeer, zeer lekker. Wat hebben we voor nodig? Uiteraard onze Yerbas de las Dunas, 3 centiliter. Of zoals wij het in onze familie zeggen, shotjespors. Voor onze smooth sailor gaan we smoothie eraan toevoegen. Ik heb gekozen voor een tropical smoothie en daarvan 4 centiliter. Wat een heerlijk woord toch ook. Zo. En dan 1 centiliter vers limoensap. Gaat op in onze blender. En 1 centiliter lime leaves siroop. Deze siroop is ook heel gemakkelijk thuis te maken. Gewoon gelijke delen water en suiker opwarmen en dan gedroogde limoenblaadjes erin doen. Ongeveer 2 uur laten infuseren, maar weet wel dat het een hele stevige smaak heeft. Dus hoe langer je het infuseert, hoe steviger de smaak is. Een blokje of 5. En dat gaan we blenden voor ongeveer 10 seconden. Zo, perfect. Gemaakt voor de heerlijke brunches met vrienden en vriendinnen. Daarbij nog wat blokjes ijs. Zo, en afwerken doen we met een eetbaar bloemetje. Voilà. De Smooth Sailor, een cocktail die je zal laten geloven dat je in Ibiza zit tijdens de feestdagen. Cheers!